Hoofdstuk 15 Relativiteit. Paragraaf 3 gaat over tijdrek en lengtekrimp. En nu gaat het echt gek worden. Laten we nog even terughalen wat Einstein ook weer had bedacht en wat ik vorige keer heb uitgelegd. Licht heeft geen eten nodig om zich voort te planten. En de natuurwetten moeten nog steeds gelijk zijn voor waarnemers met een constante snelheid ten opzichte van elkaar. Bovendien, de lichtsnelheid heeft een universele waarde. Er is dus niets mis met Maxwells vergelijkingen. Er is iets mis met hoe we ruimte en tijd beschrijven. In deze video leg ik uit wat de gevolgen zijn van de postulaten van Einstein. Dat doe ik met een aantal gedachte-experimenten. Einstein was een held in gedachte-experimenten. Het woord zegt het al, een gedachte-experiment voer je in gedachten uit. Je zou kunnen denken dat dat nutteloos is en dat je er niets over leert van de natuur, maar je zult zien dat dat niet zo is. Het eerste gedachte-experiment is de Lorentz-lichtklok. Daarmee leg ik uit wat tijdrek is. Tijd wordt anders waargenomen door waarnemers die ten opzichte van elkaar bewegen. Voorbeeldopgave 1 gaat over de Lorentz-factor. Een ander gevolg van Einstein's postulaten is lengtekrimp. En in voorbeeldopgave 2 doe ik voor hoe tijdrek en lengtekrimp werken. En tot slot de samenvatting: De Lorentz-lichtklok bestaat uit twee. Parallele spiegels op een afstand D van elkaar. Tussen de spiegels gaat een lichtpuls heen en weer. Omdat de spiegels perfect spiegelen, blijft de puls oneindig lang heen en weer gaan. In een gedachtexperiment kan dat, in werkelijkheid natuurlijk niet. Nou, wat maakt dit nu een klok? Nou, de puls doet een bepaalde tijd tussen twee weerkaatsingen. Noem die tijd delta t. Dan geldt dat die d, die afstand, gelijk is aan de lichtsnelheid C, keer de tijd delta t. Stel je nu voor dat je twee van deze klokken hebt, precies gelijk. Jij houdt één klok bij je op het bron en de andere geef je aan een vriend mee die er mee op de trein stapt. Zij zet de klok voor het raam van de coupé en als de trein met een bepaalde snelheid langs het bron rijdt dan zie je dit. De lichtpuls gaat niet alleen op en neer, maar beweegt ook naar rechts. Dit is het pad dat de lichtpuls volgens jou maakt. Kijk alleen even naar het eerste stukje. De lichtstraal beweegt dus schuin naar boven. Noem die schuine afstand nu hoofdletter D. Jij meet dat die puls er een tijd delta T-accent over doet om van linksonder naar rechtsboven te bewegen. Voordat we verder gaan rekenen, zie je al dat er iets raars gebeurt. Denk aan het tweede postulaat van Einstein. De lichtsnelheid is voor alle waarnemers gelijk, dus op jouw stilstaande klok. En op de bewegende klok meet je eenzelfde lichtsnelheid. Omdat de lichtpuls in de bewegende klok meer afstand moet afleggen, doet de puls er ook langer over. Delta t-accent is dus groter dan delta t. De tijd wordt uitgerekt. We kunnen precies uitrekenen hoeveel tijd wordt uitgerekt. De klok beweegt namelijk ook een bepaalde horizontale afstand. Die noem ik delta x zonder accent, want we meten die afstand ten opzichte van het perron dat niet beweegt. Ten opzichte van ons. De horizontale afstand is gelijk aan de snelheid van de trein v keer delta t accent, de tijd die de puls er volgens ons op het perron overdoet om van linksonder naar rechtsboven te bewegen. Volgens de waarnemer op het perron verstrijkt er dus een tijd delta t tussen de twee tikken op zijn klok, maar een tijd delta t accent tussen de twee tikken op de langsrijdende klok. Je kunt nu Pythagoras gebruiken. Want je herkent hier links een rechthoekige driehoek. De verticale afstand is zeker delta T en voor de schuine zijde gebruik je zeker delta T accent. Dus de hoofdletter D kwadraat is D kwadraat plus delta X kwadraat. Ik vul de formules in die ik links heb staan, dan krijg je deze vergelijking. Als je nu alle termen met delta T accent naar links haalt en alle termen met delta T naar rechts, dan krijg je deze vergelijking. Deel nu door c kwadraat min v kwadraat en vereenvoudig, dan krijg je deze vergelijking. Neem nu links en rechts de wortel, dan volgt dat delta t-accent is gelijk aan 1 gedeeld door de wortel uit 1 min v kwadraat gedeeld door c kwadraat keer delta t. En die wortel wordt vaak gebruikt, die 1 gedeeld door die wortel, dus die wordt afgekort als gamma. En dat wordt ook wel de Lorentz-factor genoemd. Voordat ik uitleg wat lengtekrimp precies is, kijken we nog even naar die Lorentz-factor. Deze grafiek geeft het verband tussen de Lorentz-factor als functie van de snelheid in eenheden c. Dan nou merk nu op dat voor alle snelheden geldt dat gamma gelijk is aan 1 of groter is dan 1. Als de snelheid heel klein is, veel kleiner dan de lichtsnelheid, dan geldt dat gamma ongeveer gelijk is aan 1. Oftewel, die tijdsduur delta T accent is ongeveer gelijk aan delta T. Dat is precies wat wij normaal waarnemen. De tijd loopt altijd gelijk. Maar als de snelheid richting de lichtsnelheid gaat, dan wordt gamma oneindig. Hij wordt groter en groter. Dat betekent dat die delta T accent ook oneindig wordt. Een langsrijdende klok die heel snel gaat, die loopt heel langzaam. Voorbeeld opgave 1 gaat over de Lorentz factor Bereken gamma als de snelheid 60% is van de lichtsnelheid, en bereken omgekeerd de snelheid voor gamma is 2,0. En hier zie je nog de formule voor de Lorentz-factor. Als de snelheid 60% is van de lichtsnelheid, dan geldt dus v is 0,60c is 3/5 c. Dus die v kwadraat gedeeld door c kwadraat is gelijk aan 9/25. In de noemer staat dan de wortel uit 1 min 9/25. Dat is gelijk aan de wortel uit 1625ste is gelijk aan 4 vijfde. Dus gamma is 1 gedeeld door 4 vijfde is 5 vierde is 1,25. Ik zal vaker voorbeelden gebruiken waarin de snelheid gelijk is aan 60% van de lichtsnelheid, omdat gamma dan 1,25 is en dat rekent wat makkelijker. Als gamma gelijk is aan 2, dan geldt dat de wortel uit 1 min v kwadraat gedeeld door c kwadraat gelijk moet zijn aan een half. Dat volgt uit kruislings vermenigvuldigen. Nou kwadrateer dat, 1 min v kwadraat gedeeld door c kwadraat is een kwart, oftewel v kwadraat gedeeld door c kwadraat is 0,75, en daar kun je de wortel uitnemen, vermenigvuldigd met c, en dan vind je dat v is 0,87c. De snelheid is dus 87% van de lichtsnelheid. Hier rechts nog een keer de formule die we hebben afgeleid met de Lorentz lichtklok. De conclusie van het gedachte-experiment is dus als volgt. Volgens een waarnemer langs het spoor is de tijd tussen twee tikken, delta t-accent, op de langsrijdende klok langer dan tussen twee tikken op zijn klok, delta t. Dus bewegende klokken lopen langzamer, er gaat minder tijd voorbij. En dit verschijnsel heet tijdrek. Er is wel iets raars aan de hand, want de uitgangspunten van Einstein waren: er bestaat geen absolute snelheid. En natuurwetten zijn gelijk in alle referentiestelsels. Denk er nog even aan, die met constante relatieve snelheid bewegen. Je kunt niet zeggen dus of je beweegt of stilstaat. Het gevolg is dat tijdrek geldt voor alle processen: voor je klok, je hart, radioactief verval, celdeling, alles. Want stel dat tijdrek alleen geldt voor lichtklokken, dan zou je een manier hebben om je absolute snelheid te bepalen. Maar dat bestaat niet. Je vriend in de trein kan dus zeggen. Ik sta stil en jij beweegt. Dus vanuit de langsrijdende trein loopt de klok op het perron langzamer. Daarom heet deze theorie ook relativiteitstheorie. Ik kom hier later nog op terug op dit verschijnsel, want het heeft een vreemd gevolg nog. Tijd voor nog een gedachte-experiment. Als er tijdrek optreedt en de lichtsnelheid blijft gelijk, dan kun je verwachten dat er ook iets met lengtes gaat gebeuren. Een vuurpijl met een snelheid v vliegt op t is 0 langs een waarnemer en ontploft delta t-accent later. In die tijd legt de pijl een horizontale afstand delta x af ten opzichte van de grond. Vanuit de vuurpijl gezien uh, is die tijd tussen langsvliegen en ontploffen delta t en de grond vliegt voorbij met een snelheid v en legt een afstand delta x-accent af. Vanwege het relativiteitsbeginsel is de snelheid van de pijl die de waarnemer meet gelijk aan de snelheid waarmee de vuurpijl de grond voorbij ziet komen. Die snelheid kun je dus op twee manieren berekenen. Voor een waarnemer op de grond is dat delta x gedeeld door delta t accent. En die moet dus gelijk zijn aan delta x accent gedeeld door delta t. Ik zeg het nog een keer op een andere manier. Voor de waarnemer op de grond is dat dus de verplaatsing langs de grond gedeeld door de tijd die de waarnemer voorbij ziet gaan voor de pijl. En voor de pijl is het gelijk aan. De delta x-accent, dat is de afstand die hij voorbij denkt te zien gaan op de grond, gedeeld door de tijd die op zijn klok voorbij gaat voordat hij ontploft. Delta x-accent is dus gelijk aan delta t gedeeld door delta t-accent keer delta x. Maar voor delta t-accent hadden we een andere formule gevonden. Die vul ik hierin. Gamma keer delta t. En je ziet dat delta t wegdeelt. Dus delta x-accent. Is 1 gedeeld door gamma keer delta x. De conclusie is: bewegende objecten zijn korter. De vuurpijl ziet de grond voorbij komen met een bepaalde snelheid en dat ziet er korter uit voor de vuurpijl. Dus volgens het relativiteitsprincipe geldt omgekeerd dat een waarnemer op de grond de vuurpijl korter ziet. Nou, laten we eens even kijken wat dit allemaal betekent. Een astronaut reist met een snelheid van 0,60 c naar Proxima Centauri op een afstand van 4,2 lichtjaar van de aarde. Bereken hoe lang de astronaut volgens de aardbewoners daarover doet, bereken hoeveel ouder de astronaut is bij aankomst en bereken de afstand tot Proxima Centauri vanuit het stelsel van de astronaut. Nou, verplaatsing is snelheid keer tijd, dus de tijd is de verplaatsing gedeeld door de snelheid. We rekenen hier in lichtjaren. En snelheid is c. Dus 1 lichtjaar is de afstand die licht in een jaar aflegt. 1 lichtjaar is 1 jaar keer c. Dus 1 lichtjaar gedeeld door c is 1 jaar. Nou, merk op dat de afstand die moet worden afgelegd, de snelheid waarmee die wordt afgelegd en de tijd allemaal gemeten zijn vanuit de aarde. Dus de tijd die voorbij gaat is 4,2 lichtjaar gezien vanuit de aarde. 0,60 c is de snelheid vanuit de aarde gezien is 7,0 jaar gezien vanuit de aarde. We zien dus dat de reis 7 jaar duurt. Dus wij zien die reis, uh, die duurt, t-accent is 7 jaar. Let op, ik ga hier een beetje goochelen met die accent. Dus wij zien iets bewegen en dat duurt volgens ons 7 jaar. Dus t-accent is gamma keer t, met gamma is 1,25. Dat heb ik in voorbeeld opgave 1 uitgerekend. Dus de tijd die de astronaut meet, is T is gelijk aan T accent gedeeld door gamma. 7 gedeeld door 1,25 is 5,6 jaar. Voor de astronaut gaat er dus 5,6 jaar voorbij. Voor ons 7 jaar. Hoeveel afstand denkt de astronaut nu dat hij heeft afgelegd? Denk nog even aan paragraaf 1. Toen hadden we dit ruimtetijddiagram gezien vanuit de raket. De raket staat stil en het is hier Einstein die beweegt en een afstand aflegt. De raket ziet dus een afstand die beweegt. Maar dat betekent dus dat de raket een andere afstand meet. De snelheid is nog steeds hetzelfde, namelijk 0,60 keer c. Zo snel komt Proxima Centauri dichterbij. Verplaatsing is snelheid keer tijd, en die tijd is nu de tijd van de astronaut, dus 5,6 jaar. Dus de afstand die hij aflegt is 0,60 c keer 5,6 jaar is 3,36 lichtjaar. Ik had dit ook uh, kunnen uitrekenen door de afstand gemeten vanuit de aarde, 4,2 jaar, te delen door 1,25. Dat was die gamma-factor. En dat was dus de formule die we eerder hebben gevonden voor lengtekrimp. En je zult zien dat het op hetzelfde resultaat uitkomt. De samenvatting. In bewegende referentiestelsels loopt de tijd langzamer. Dit noem je tijdrek. En in bewegende referentiestelsels zijn afstanden korter. Dat noem je lengtekrimp. Let op, het gaat hier dus om tijd en lengte van een bewegend stelsel door een waarnemer die niet beweegt. Je eigen lengte en je eigen tijd blijven natuurlijk wat ze waren, want je beweegt niet ten opzichte van jezelf. In formules ziet het er als volgt uit: en hierin is gamma de Lorentz-factor. Die Lorentz-factor is altijd gelijk aan 1 of groter dan 1. En let op, wat beweegt is relatief. Je kunt een gebeurtenis vanuit beide of zelfs meerdere stelsels bekijken. In de volgende paragraaf zal ik dat met een aantal voorbeelden doen, met behulp van een aantal ruimte-tijdendiagrammen.